De Surinaamse kunstenaar Marcel Pinas neemt deel aan de kunst. Deze expo is vandaag geopend in Hoorn, Nederland. Pinas vertrok naar Nederland om deel te nemen aan twee tentoonstellingen. Op 29 augustus werd de eerste kunstexpositie, het Textiel Biennale, geopend in Rijswijk. De tweede expo, Kubuntu, begint vandaag. Kubuntu staat voor een verzameling van activiteiten of producten. Pinas laat op de tentoonstelling een verzameling van verschillende kunstwerken zien. Zijn werken hebben te maken met de Maroncultuur en moeten voor een stukje bewustwording zorgen. Het principe was dan niet echt dat wij onze cultuur verwateren. Want wij proberen alles van het beste over te nemen en daardoor laten we los wat van ons is. En dat wat van ons is, dat maakt ons eigenlijk bijzonder. En op een gegeven moment gaat het niet meer interessant zijn voor bijvoorbeeld voor anderen om ons te bezoeken. Want dan zijn we onderdeel van, we zijn niet meer speciaal. En onze cultuur, dat is heel bijzonder. We kunnen in principe van ons cultuur leven, want dat maakt ons anders. Dat gaat toerisme stimuleren, dat gaat het eten stimuleren en dat gaat leiden tot de productie. En dat is inkomsten genereren voor ons. In principe dat is duurzamer dan wat we nu doen. Alle goud, dat zit dus al op, weghalen en exporteren. Dus we moeten bewust nu gaan denken hoe we daarmee omgaan. Dus. Bij de opening van Kubuntu heeft ook de onthulling plaatsgevonden van het werkstuk Avaka Sikivi. Dat door de gemeente Hoorn is gekocht en bestaat uit 8 letters uit het Avaka schrift. En daarmee heb ik een ruimtelijke object gemaakt met kort en staal. En dat is aangekocht door de gemeente Hoorn. En dat wordt onthuld. Dat komt op een heel bijzondere plek wanneer je in Hoorn aankomt, dat je het ziet. En dat is een deel van Suriname, dat kunst gepresenteerd in Hoorn. Ja, en dat het daar blijft. Dus die link weer naar Suriname. Wanneer je hier komt, ga je het Avaka-schrift zien. Wat is het Avaka-schrift? Wat Avaka-schrift is? Het is een schrift ontwikkeld door de Maron-gemeenschap in Suriname, weet je? Dus die bruggenbouw. En ik vind het zelf bijzonder dat staat te gebeuren. Pinas gelooft dat de bewustwording voor de eigen cultuur al op gang komt. De kunstexpositie Kubuntu zal daaraan zeker een bijdrage leveren.